Goedendag beste kijker en hartelijk welkom bij Klaagmuur TV. Hebt u al eens nagedacht over de effecten van mobiele telefonie op uw gezondheid? De uitbreiding van nieuwe mobiele telefonienetwerken met verhoogde zendprestaties wordt onder grote druk bespoedigd door de politiek en de mobiele telefonie-exploitanten. Wetenschappelijke inzichten die aanleiding geven tot grote zorgen worden daarbij op onverantwoorde wijze genegeerd. Omdat de grote gevaren van deze technologie ook bewust worden verzwegen door de media, heerst er onder de bevolking een hoge onwetendheid hierover. Op grond van deze desinformatie hebben de meeste mensen geen idee dat hierdoor gezondheidsklachten kunnen worden veroorzaakt. Omdat het aantal getroffenen dramatisch toeneemt, moeten de burgers dringend over volgende alarmerende feiten worden geïnformeerd. Ten eerste, vaak optredende gezondheidsdefecten door straling van mobiele telefonie zijn onder andere slaapstoornissen, depressies, hoofdpijn, oorsuizingen, concentratiestoornissen, leerstoornissen bij kinderen, verhoogde bloeddruk, hartritmestoornissen, vermoeidheid, kanker en nog veel meer. Ten tweede, de bloed-hersenbarrière wordt geopend. Dit is zeer ernstig. Gifstoffen komen in de hersenen. Hier zou een hoofdoorzaak kunnen liggen voor het dramatisch toenemen van ziekten zoals Alzheimer, dementie en Parkinson. Ten derde, de rode bloedlichaampjes in ons lichaam gaan klonteren. Het prestatievermogen daalt en het risico op een beroerte gaat omhoog. Ten vierde geven de mobiele telefonie-exploitanten zelf toe dat de beschadiging van het erfgoed van de menselijke bloedcellen duidelijk bewezen is en er hierdoor een verhoogd risico op kanker bestaat. Ten vijfde, het risico op kanker stijgt angstaanjagend als men in de buurt woont van een zender. Langdurige studies staven dit onweerlegbaar. Zelfs de WHO, de Wereldgezondheidsorganisatie, klassificeert de mobiele telefoniestraling als mogelijk kankerverwekkend. Dit na verwerking van wetenschappelijke bewijzen. Ze zet dus de straling gelijk aan het gevaar van chloroform en het plantenvergif DDT. Ten zesde zijn sinds het jaar 2000 de volgende ziekten gestegen onder de jongeren. Stoornissen van het centrale zenuwstelsel met 85%, neurologische stoornissen met 58%, bloedziekten en stoornissen van het immuunsysteem met 82%. De Russische Stralingsbeschermingscommissie schrijft deze zorgverwekkende toename heel waarschijnlijk toe aan de straling veroorzaakt door mobiele telefonieantennes. En ten zevende ontstaan bij een langer telefoongesprek met een mobieltje in de hersenen op een bepaald punt temperaturen tot 100 graden Celsius, volgens het Max Planck Instituut. De hersengolven worden opmerkelijk anders. Deze technologie is onverantwoord en handelt in strijd met het in de grondwet gegarandeerde grondrecht op lichamelijke integriteit. In Spanje leiden burgers protesten tot het stilleggen van ongeveer 2000 mobiele telefonieinstallaties, omdat onder andere in een school in Valladolid in korte tijd 13 gevallen van leukemie zijn opgetreden. Dit was het voor vandaag bij Klaagmuur TV. Hartelijk dank voor het kijken en tot de volgende keer.